Ja, wat ik eigenlijk ook wel mooi vind, ook met die definitie van palliatieve zorg, dat laat dus ook wel zien dat niet alleen een arts, medisch behandelend team belangrijk is in deze zorg, maar minstens zo belangrijk is ook een predikant of ouderling of geestelijk verzorger die aandacht kan geven aan de geestelijke verzorging van een patiënt. Het is denk ik ook heel goed om ons bewust te zijn van die verschillende aspecten in de palliatieve zorg en ook de nevengeschiktheid van al die professionals die in die zorg betrokken zijn. De arts is dus niet belangrijker dan de dominee. En de dominee is ook niet belangrijker dan de arts.